Wally hier bij Punch Out Live kwartfinale. We hebben net een battle gehad, de eerste battle. Nick Veen tegen Chopper. Chopper, je battle tegen Waldo. Er is natuurlijk van alles gebeurd, van alles verteld. Je kon maar één ding doen in deze battle. En dat is stuk maken. En als er één ding is wat je hebt gedaan, is stuk gemaakt. Hoe ging het voor jou? Ja, voor mij ging het wel lekker, man. Alleen die stompel was ik even mijn tekst kwijt. Maar ik vind dat ik mijn eerste twee rondes zo zou gepakt. Ja, nou, het is 1% van hoe je tekst waar je stammelde. Was je extra geïnspireerd door een extra gebrand door wat er is gebeurd tegen Waldo? Ja, zeker, maar niet per se door Nick Veen, maar gewoon door de situatie wat er is gebeurd. Mensen verwachten veel van mij en dat heb ik ook gedaan, man. Je moest je bewijzen. Zeg je? Je moest je bewijzen. Ik moest me bewijzen, man. Sowieso, man. Ja. Alright. Nick Veen, voor de zoveelste keer weer een keiharde performance. Had jij verwacht dat Chopper zo gruwelijk zou komen als dat hij is gekomen? Nee, helemaal. Had ik niet verwacht, uiteraard. Hij deed het goed, ja, maar een groot gedeelte komt ook door de hoeveelheid mensen die hij heeft meegenomen. Maar hij deed het zeker beter dan verwacht, dus geen disrespect naar hem verder. Dus als in zijn lijst kregen misschien meer crowd response dan normaal gesproken zou moeten krijgen? Ja, nou, hij heeft drie keer zoveel mensen, maar hij deed het gewoon echt beter dan verwacht. Dus ik bedoel dat niet als steek naar hem op. Dus helemaal niet. Hij deed het goed. Alright. Ja, jullie hebben ook geld ingezet op deze battle. Ja. Na de judgment wordt bepaald wie hem gaat krijgen. Ja, jullie gaan straks naar de. Een van jullie gaat naar de halffinale. Daar is of Jeeves of Fiction de tegenstander. Waar hoop jij op als jij doorgaat? Jeeves, want ik heb Fiction alles gebatteld. Ja. En alles verslagen, dus ja, dan wil ik Jeeves. Maak Nick Veen kans tegen jou? Ja, zeker weten, man. Bars! Chopper, als je doorgaat, Jeeves of Fiction, wie zou je willen? We roepen allebei genoeg inspiratie, man. Dus hoe verder ik kom, hoe meer ik ze ga neuken, man. En dan kunnen we minstens deze level gewoon verwachten van jou, toch? Eerlijk? Minstens. Oké, okay. Deze Chopper willen we elke keer zien. Nick Veen weer gruwelijk. Om 7 uur komt de battle online. Ga hem checken. Ja. Mijn naam is Alou Ali. Live bij Punch Out. Bam!